Dit is een bloeiende bosanemoon. Er staan twee reeën daar voor ons. In ieder geval twee, misschien wel meer. Wat zijn ze dichtbij. Ja, hè? En hier zie je al het loof van de Aronskelk. De Hortus in Haren herbergt een enorme hoeveelheid bijzondere plant- en diersoorten. Maar er hangt een onzekere toekomst boven het hoofd van de botanische tuin. Tot en met 2022 wordt de grond nog gehuurd van de rug. Maar wat er daarna gaat gebeuren met de Hortus is nog onduidelijk. De raadsfracties van GroenLinks en Partij van de Arbeid maken zich zorgen over het voortbestaan van de tuin. En vroegen deze week het gemeentebestuur om aan een duidelijke toekomstvisie te werken. Als het verdwijnt, het komt nooit meer weer. Dus laat ze het er gewoon goed over hebben om een goede beslissing te maken voor de Hortus in de toekomst. Ik bedoel, elke groene long is er één. Hè? Groningen heeft gelukkig nog heel veel parken. Maar als je dat allemaal afstoot, dan moet je toch alweer een behoorlijk stuk gaan reizen om natuur te ervaren. Terwijl je het nu vlakbij je hebt. En ook waar je nog wat kennis kunt opdoen. Zoals over deze oude berk. Deze dame is toch al een krasse 90 jaar oud. Of dit zeldzame plantje dat al miljoenen jaren op aarde voorkomt. En dat is de moeraswolfklauw. Dat is ook een plantje die heel snel zich laat overwoekeren. Dus mijn collega zal het gras hier ook alweer tussenuit moeten wieden. Ik denk als je dit kunt laten zien aan het publiek, laat je ook zien hoe bijzonder dat is. Ook hoe kwetsbaar het is. Direct naast de Hortus in Haren ligt de biotoop. De biotoop is denk ik zo'n beetje de grootste creatieve broedplaats van Nederland. Er wonen hier 180 mensen en er zitten zo'n 180 bedrijven. En voor de biotoop geldt hetzelfde als voor de Hortus. Of ze na 2022 nog als zodanig zullen bestaan, is onbekend. Een stad die zichzelf respecteert, zorgt dat die plekken heeft waar kunst en cultuur onderdak kan zijn. Waar het welkom is. En nou, dit is zo'n plek. We staan nu voor vleugel A. Dat is een vleugel die helemaal ingericht is met werkplaatsen en ateliers. Van mensen die echt beeldende kunst maken tot en met drukkerij zitten bijvoorbeeld in. Er zit een zeepfabriek in. Ik zou jullie graag binnen nodigen om te komen kijken hoe de mensen hier hun werkplekken ingericht hebben. Maar dat kan ik nu zomaar niet doen in verband met corona. Dit is de Fiat Gondola van Lambert Kamps. En hier kun je mee varen. En dat heeft hij ook een keer gedaan in de grachten hier in Groningen. Maar al roeiend hoorden ze al heel snel de sirenes. Hadden mensen gebeld van, er ligt een auto te water. De volgende dag stond hij overal in de krant met zijn Fiat Gondola. En nu staat hij hier? Nu staat hij hier, ja. Als een van de vele kunstobjecten. Hoi. 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 Het is allemaal glas en beton. Groot, strak. En de tuin eromheen, die is ontworpen als contrast daarmee. Dus in de tuin is alles hobbelig en kronkelig. Helemaal niks recht. Hofstee heeft er vertrouwen in dat het gemeentebestuur met een plan komt dat het voortbestaan van de biotoop ook na 2022 garandeert. Ik hoor alleen maar mensen die blij zijn met wat hier gebeurt en die graag zouden zien dat het nog langer blijft bestaan. Dus ja, volgens mij wordt het aan alle kanten gesteund.